Ik sta nu even in de kleedkamer van het Stadstheater in Zoetermeer. En Wendy die heeft gisteren een beetje te veel gedronken. En ja, ze moet dus nu op de blaren gaan zitten. Maar ik ook een beetje, want ze zegt, nou, ik ga echt niet vloggen. Dus ik ga even naar de toilet. Dat is leuk. Kijk, ze weglopen. Ze loopt gewoon van me weg. Wendy. Wendy, wat is er? Niks. Hoezo? Voel je je goed? Ik voel me prima. Niks van je. Hier, ze houdt zich groot, ze houdt zich groot. Maar we gaan dus vanavond optreden en hier is de band. We hebben net de eerste helft van de repetitie gehad en Wendy loopt zomaar langs. En ja, het gaat best goed, toch? Hè? Nou, daar staan we vanavond zoor. We hebben al vrienden gemaakt. Hoi vriend. Ik ga dit gewoon versneld afspelen. Dit filmen. Ja, dit moest ik ook filmen. Ja, ik ben niet staan. Ik loop niet over. Zullen we een foto met liefde? Liefde, geloof ik. Nou, we hebben zeg maar met z'n drieën dus deze kleedkamer geconfiskeerd. En we hadden om een lange spiegel gevraagd, maar die hebben we niet. Nee. Dus gaat zo. Nee, een eigen toilet en die hebben we ook niet gekregen. Nee. Maar wij mochten ook niet voor het. Dat mocht ook niet. Nee, dat is ook allemaal lastig. Maar daar zie ik mijn hoofd niet. Dus dat is allemaal lastig. Ja, daar kwamen wij ook weer aan achter staan. Hoe laat is het eigenlijk? Het is nu bijna 7 uur. Oh, nog een uur man. Wat gaan we doen? Verfilmen. Dit wordt mijn eerste ervaring als kapster. Ik ben net gevraagd om het haar te gaan doen van Joey. En ik neem jullie graag mee. Zoals ik zie, heeft hij niet echt donker haar. Hij heeft best wel licht haar en het is ook van een zachte structuur. Dus ik denk dat we niet moeten gaan voor haarlak, maar eerder voor een zachte toon. En dit is een klinkje voor. We gaan gewoon eens eventjes wat aanbrengen op dat haar. Zo, het ruikt lekker man. Ik ben heel de shampoo in je haar aan het doen en hij zegt gewoon niks. Ik denk, wacht eventjes. Ja, ik zei het nog. Ik heb het veel gezegd dat ik dit niet kon. Kom nog met jou. Deze. Je bent echt een topper, dankjewel. Ja, dankjewel. En Angie die krijgt daar gewoon eventjes een behandeling. Zeg je u tegen? Al die mensen achter ons zijn voor ons gekomen. Maar we hebben even tegen iedereen gezegd van neem nog even wat te drinken, wat te eten. We komen zo, rustig gaan. Dus ja, iedereen is ongelooflijk. Het is heel Zoetermeer loopt uit, omdat wij er zijn. We hebben genoten en het was echt heel erg leuk met alle zangers en met de band en de sfeer, locatie. Dus het was weer helemaal kick it out. En een verrassing van onze vriendinnen. Ja, Kirsten en Winnie. Voordat we onze eerste zin hadden gezongen, toen was het ineens... Hey, ja. Het is altijd leuk dat mensen de moeite doen om te komen. Ja, van mij heel lief. Ja. Bedankt voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren op ons YouTube kanaal. Doe een blauw duimpje omhoog, zo rij je al weg. En tot de volgende keer. Doei doei!